Breda Nu. Op maandag 2 maart is een pilot met windschermen gestart rondom de terrassen aan de haven in Breda. Wethouder Boas Adank gaf deze dag om 4 uur het startschot. Waar komt het initiatief van de windschermen vandaan? Nou, dat initiatief is natuurlijk al heel lang. Heel veel ondernemers hebben het al aan de gemeente gevraagd sinds eigenlijk dat we de haven weer opengemaakt hebben. Dat het toch wel een groot tochtgat is. De haven is ontworpen als een mooi breed stuk water waar veel gebruik van gemaakt kan worden. Waar we eigenlijk zo min mogelijk obstakels ook wilden hebben. Dus we hebben heel lang als gemeente getwijfeld of we dit zouden toestaan. Maar inmiddels zijn we zover om een pilot te gaan doen hoe windschermen werken. En hoe effectief zullen de windschermen zijn, denkt u? Nou, dat moet dus ook blijken. Het zijn schermen, hè, dus het houdt gewoon wind tegen. Maar hoe goed het werkt en hoe we ze zouden moeten aanpassen, dat moet nog blijken in de praktijk. Dus vandaar dat we nu een pilot gaan doen. En in hoeverre denkt u dat het de drukte op de terrassen gaat beïnvloeden? Nou, ik kan me heel goed voorstellen dat als er een iets wat guurdere wind in het voorjaar is, dat je niet kiest om hier op het terras te gaan zitten. Dus als je ziet dat de zon hier wel staat, dan denk ik wel dat er meer mensen naar het terras zullen gaan. Breda Nu.